partout en Afrique, il y a des plantations comme ici, avec des gens qui ne gagnent pas beaucoup. Si vous allez attendre jusqu'au moment que votre salaire augmente pour être heureux, vous allez être malheureux toute la vie. Nous serons d'accord d'avoir tout ce que vous avez préparé pour nous lorsque vous serez de retour. Il n'y a rien préparé. Il n'y a rien préparé. Rien. Bon, lorsque vous serez de retour, là, vous ne pouvez pas donner de rapport. Rien. Pourquoi pas? Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi vous êtes venu? Pour vous dire que vous devez plutôt jouir de la pauvreté plutôt que la combattre et d'être malheureux. Est-ce que vous voulez être malheureux toute votre vie parce que vous avez la pauvreté? Non. Donc il faut juste l'accepter comme elle est. Comme ça, vous pouvez être heureux malgré la pauvreté. Faire l'expérience de votre souffrance, ça me rend aussi une meilleure personne. Oui, donc c'est vraiment un service que vous nous rendez. Merci beaucoup. Merci. Er zijn altijd mieren hier, dat is vervelend. Maar ja, goed. Laatst was er ook een slang. Grote, zwarte slang. Gelukkig slaapt daar Magiella, een van de cacao-arbeiders. Ik zei, Magiella, il y a un grand serpent. En hij ging kijken en zei, oui, oui, restez là-bas. Toen ging hij de nachtwacht halen. Dan hebben ze met z'n tweeën die slang doodgeslaan. En dan hebben ze hem verbrand in het vuur tot er niets meer van over was. Hij zei, dit is een heel erg slechte slang. Die moet dood en hij moet compleet opgebrand worden. We zitten hier met een raar project. Hè? Enerzijds zijn we een soort bijna hippie-achtige kunstcommunity. En anderzijds zijn we een real estate project. Want we hebben dat allemaal gekocht. Al die huisjes die zijn nou van de stichting. Het Instituut voor Menselijke Activiteiten. En dat real estate project is heel erg belangrijk. Voor het artistieke project ook weer. Want dat is wat kunst doet in Venetië, in New York en in Amsterdam. Dat is gewoon de huizenprijzen omhoog brengen. En ik ben een type kunstenaar die wil begrijpen hoe kunst zich tot de wereld verhoudt. Dus alleen maar leuke kunst maken, dat is het gewoon niet voor mij. We moeten heel erg goed begrijpen hoe dat allemaal zich verhoudt. En als door daar een beeldhouwcentrum op te richten, daar die huisjes meer waard worden, dat moeten we allemaal in de analyse meenemen. We zijn hier op de rand van een voormalige Unilever-plantage. Unilever maakt natuurlijk zeep en shampoo en dat soort dingen. Maar er zijn ook heel belangrijke kunstsponsors in Londen. En ja, alle belangrijke kunstenaars zijn daar langs gepasseerd. Bruce Nauman, Louise Bourgeois en de laatste van die series was Tino Segal. Maar wat vreemd is dat toen ik 3 jaar geleden aan dit programma begon, en Tino Segal een prachtig werk maakt over immateriële arbeid, over hoe veranderende economische systemen individuele levens ook veranderen en de menselijke relaties veranderen. Op datzelfde moment begon ik met mijn instituut dit gentrificatieprogramma in Congo. En op die plantage verdienden mensen ja, $15-20 per maand. Daar moet een heel gezin van leven. Dus terwijl Tino Segal en heel veel andere kunstenaars in een white cube, in een vrije zone voor de kunst, prachtige meditaties maken over hoe de economie en het leven zich tot elkaar verhouden, wordt dat indirect gesponsord door de bijna onbetaalde arbeid elders op aarde. Dus ik vraag me dan af, wat gebeurt er als je hier die white cube zet? Kunnen we dan misschien betere, diepere
en scherpere uitspraken doen over de verhouding tussen kunst en maatschappij. Nou ja, hierboven is dus de White Cube en eerst dacht ik het is beneden, maar dit ziet er gewoon niet zo goed uit. Dus ik, het was een experiment en nu moet ik er weer de verf eraf halen. De White Cube is boven en niet beneden. C'est un peu ça. La question fondamentale est à qui appartient la pauvreté? Si on peut la vendre, ça veut dire que c'est important de savoir qui est le chef, le doyen, le propriétaire de cette pauvreté. Parce que ça rapporte les ressources. Ik denk dat ik in Enjoy Poverty uitleg aan mensen hier in Congo dat hun armoede eigenlijk de rest van de wereld educeert. Dat hun armoede daarom ook waarde heeft. En dat eigenlijk, als je gewoon de wetten van het kapitalisme, als die echt zouden gelden, niet alleen voor rijken, maar ook voor armen, dan zouden het daarvoor betaald moeten worden. Dat hier wonen allemaal plantagearbeiders, die mensen of hun ouders en grootouders werken al een eeuw voor de wereldeconomie. Hebben daar dus heel veel kennis over. Hebben ook een soort kennis die heel veel andere mensen op aarde niet hebben. Bijvoorbeeld wat het is om onder een autoritair systeem te leven. Met oorlog en een niet-democratisch gekozen president. Groeiende ongelijkheid en een soort surveillance state die alles controleert. Dat is hier gewoon allemaal. Dus we hebben erg veel te leren van die mensen. Zij zijn ervaringsdeskundigen voor enkele van de grote veranderingen die nu gaande zijn. Zoals groeiende ongelijkheid of een staatsapparaat wat iedereen kan afluisteren op elk moment. Daar weten ze echt alles van. Mensen maken zelfportretten. Nou, die zelfportretten kunnen onmogelijk naar Europa exporteren. Dat kan gewoon niet, handelsbarrières, et cetera. Maar gelukkig zijn er al heel veel van hun producten in Europa. De opslaghavens van Amsterdam liggen vol met cacao uit allerlei Afrikaanse landen en ook uit Congo. Dus wat we hier doen, als die beelden zo'n beetje af zijn, dan scannen we ze, 3D. En die file die kun je weer printen. En met behulp van die print kun je precies datzelfde beeld in chocolade gieten. Het ruwe materiaal gemaakt op deze plantages, wat al in Amsterdam is. Ze hebben net uitgerekend dat een inkomstenstijging van 7000% genereert. Dus het volstaat om aan die chocolade die er toch al is, de gevoelens en de emoties en vooral ook de visie van de arbeiders op die chocoladeplantages toe te voegen. En dan kunnen we gewoon zien wat zij te melden hebben. En ze hebben heel wat te melden. Het gaat om hun ouders en hun grootouders en over hoe ze leven en waar ze bang voor zijn en wat ze willen. En what the fuck's happening? Ze komen van het land, hè, deze mensen. Het zijn plantagearbeiders en ze hebben veldjes met maniok en mais. En ze gaan maar een paar sculpturen maken in hun leven. Ze zijn echt vol van intentie. Het is niet zo van, oh, ik doe nog een show. Dit is het moment. Ngana nu pona konto na ngamoko na moni net ka remplacer muto ba bengi HB ou donc pel Z na tangwa kala. Pel Z esa net ke William Levero ya ko fongolela biso mboko yo ye ko koma walelo. Ponanga vraiment nan soki na monie ndenge na uti ko yebisa na monie tike Moïse moko boya ye ko kita devanga yi. Pour lui quand il voit Renzo Martin c'est comme Moïse.
qui est atterri devant lui. Pour lui, Renzo Martin est venu lui sortir de la fumée et lui donner de l'éclairage. Il a été braqué et Renzo a déverrouillé son cerveau, ouvrir son crâne, son matière première. Het is niet mijn hobby om mensen uit hun huis te zetten. Wat gebeurde er precies binnen? Ik heb uitgelegd dat wij een community-based bed and breakfast moeten opstarten. Want vergeet niet, het is een gentrificatieprogramma. En dat betekent gewoon dat rijke mensen hierheen komen en arme mensen eruit moeten. Dat is niet leuk, ook dat is niet mijn hobby, maar dat is wat kunst in materiële termen doet in deze wereld. Bijna nooit heeft kunst positieve gevolgen voor de arme mensen op aarde. Bijna nooit. En ik denk, nou, laten we dat gewoon even op tafel leggen. Maar om dat te doen moet ik even de rol van niet alleen de kunstenaar, maar ook de real estate en financiële belangen die altijd om kunst heen cirkelen, vertegenwoordigen. En dat heb ik gedaan door die mensen uit hun huis te zetten. Het was wel erg vervelend. Dat vond ik niet leuk. Het moet allemaal in één beeld zijn. Dus als die ton daar staat te roken, dan past het er niet bij. Dus die ton moet daar staan, waar die altijd al stond. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité à l'Institute for Human Activities. Je vais vous parler tout de suite des conditions dans lesquelles on montre l'art actuellement. C'est cet espace muséal blanc que vous voyez derrière moi, c'est exactement ça, qui est actuellement omniprésent comme mode d'exposition et qu'on nomme en anglais White Cube. Ik denk dat het heel erg belangrijk is voor kunst om voor het enige andere industrie de maat gaat nemen. Bijvoorbeeld Unilever die in Congo plantages heeft waar mensen gewoon doodgaan van de honger. Dan moeten we eerst als kunstenaar of als kunstwereld begrijpen hoe onze eigen implicaties zijn in economische termen. En dat wil ik onderzoeken. Vous connaissez bien cet espace, vous l'avez déjà vu. C'est l'espace à Cardiff où ont été montrés en chocolat les œufs qui ont été faits par. Dit is het. Het probleem van de White Cube wordt hier afgebeeld. Laurens vertelt binnen over het probleem van de White Cube. Het haalt alle context weg. Dus weet je niet wat je ziet. Wat de basis is van wat je ziet. Wat de materiële basis is van wat je ziet in de Unilever shows in Tate Modern. In deze arbeid. Dit is de boiler room van onze werkelijkheid. Dit is de boiler room van de White Cube. Dit beeld, dit is het. Keybeeld. Dit is voor mij gewoon het hele ding. Dit is waar mijn werk over gaat.